kijkt dus jullie video wel volg mijn pep. En er is, ja, er is vandaag een update geweest. Om 8 uur. Nee, ik wil niet om 8 uur, het was de downtime. Wat zeg ik nou? Om 9 kon je weer gewoon join met, heeft iedereen natuurlijk moeten updaten. En dat is best wel een grote update. Er zijn sowieso echt. Ik ga sowieso even zeggen. Wat ik ga doen is op de woensdag ga ik gewoon vloggen doen. Want dan komen er meestal in dinsdag of woensdag, een van die twee. Zijn er meestal wel updates? Ik weet het normaal niet elke keer grote, maar in ieder geval meestal zijn er wel even wat de updates waar je dan wat misschien ook map changes heeft. Stom. Ik kan niet in replay mode. Ja, ik weet niet hoe dat werkt, hoe dat iemand wil graag dat doen. Zodat ik, ja, bij die plek even kan kijken wat er is. Ik vind dat echt zo jammer, alleen ik heb wel een ander ding gezien. En dan ga ik er even, als het goed is, dat plak er nu even tussen. En dan kun je, dat is dus dan die creative hub. Die is, je kunt er allemaal easter eggs, heb je er. Ik klik wat dingen aan. Echt, je hebt echt verschillende soorten dingen. Allemaal easter eggs, zoals je ziet. Je kunt codes ingeven met een kluis. Als je niet weet waar ik... Ja, ik ga even kijken naar bij de bunker, dus ik ga hier bij Rita Roland. Kan ik even daar even naast de bunker lopen? Want ik wil... Wacht, waarom ga ik niet in Wumble? Dan kan ik een beetje alles kijken. Want... Sowieso, er is nog een ding. Maar... Oh nee, nee, ik ga er deze... Wel, ik ga er gewoon echt naar kluizen toe. Terwijl je hebt... Je kunt ook iets openbreken, dus je hebt lama, diamanten en alles. Echt, ik weet niet, misschien kun je codes vinden in de hub of zo, in de hub. Misschien kun je daar codes vinden of zo en dan kun je zo'n kluis openbreken. En ik hoop dat ik het wel even overleef, zodat ik daarheen kan. Dan kan ik even kijken als er iets is. Er zullen denk ik ook wel weer een paar shadow beestjes over zijn. Of normale ghost beestjes. Wat ghost basis waren. En dan waren er wat shadow beestjes gepakt. En daar op uitlucht bij die bunker. We zitten nu aan de andere kant. Nee, ik voelde net wel een lek, zoals me misschien wel iets gefixt. Ik weet niet als er sowieso wat ik nu dat ik een game wil zeggen is. Het seizoen is verlengd. Seizoen 2 is nou verlengd. Tot ja, in ieder geval in juni. Ja, juni. Dus ik weet niet waar, wat hier de reden voor is. Waarom we dachten, wat hier de reden dus dan voor is. Waarom dat het seizoen nou tot juli verlengd. Ik denk dat we het sowieso wel hadden, eigenlijk sowieso een beetje hadden kunnen verwachten dat het verlengd kon worden. Want sommigen die zeggen in verband met corona. En ja, het klopt ook, iedereen werkt thuis, Epic Games ook. Ja, dan is het allemaal wat moeilijk om, ja, dus om het om te zetten naar seizoen 3. Ja, ik weet niet als ik nog echt in seizoen 3 trouwens ga spelen, maar dat zie je dan wel wat. Zo doe ik het niet alleen voor een beetje nu, voor een beetje te vertellen.
En ik wil eerst even richting die bumper gaan, want dan kan ik dat doen. En ik over deze bergen heen. Dan kan ik even zien als hier iets is veranderd. Misschien dat. Nee. Waar is die vrachtauto? De vrachtauto is weg. Of is die hier naar binnen gegaan? Is die vrachtauto nu hier naar binnen gegaan? Ik wil heel even het pad verder gaan volgen. Want hier stond de vrachtauto. Hier. Daar. Hier waar ik nu sta. Hier stond de vrachtauto. Maar... is hij hier dan nu naar binnen gegaan met die bunker? En dat nu de deur weer dicht. Of is hij verder doorgereden? Nu moet ik even uitkijken voor missing articles. Want daar parkeert een andere vracht. Maar, ik zie het al, die vracht met die stoelen is... die is omgevallen, maar die is wel doorgereden. Dus, waar kan die dan heen gaan? Ik ben nu hier, waar zal die heen gaan? Gaat die misschien naar dit eiland? In ieder geval, ik even zo. Maar gaat hij dan naar dat eiland? Want die is doorgereden. Die is niet naar de bunker gegaan. Want iedereen dacht. Iedereen dacht dat die vrachtwagen met die stoelen. Met die rode stoelen erop. Dat die daar nu. Je ziet daar. Die vrachtwagen. Dacht dat die in de bunker ging. Die naar die bunker toe ging. Nee. Die is helemaal van Dirty Dogs. Waar ligt Dirty Dogs? Daar. Ze helemaal heeft zo'n hele route afgelegd zo. Naar, we dachten eerst naar de bunker hier toe, maar die is dus nu helemaal hier en dan is hier omgevallen. Waar wil die heen? Of wil die misschien naar de grotto? Naar de grotto of grotto in ieder geval die shadow? Of is het de codebase? Ik weet niet als het nu even de codebase is. Ik heb die helikopter pak even. In ieder geval. Okay, waar denk je dat die vrachtwagen op pad wilde? Wil die naar de grotto? Misschien naar het ene eiland wat ik zei. Dat kan, maar... dat is niet echt iets. Maar waar zou die heen gaan wilde? Ik denk dat ik nu vermoed... Maar wil die dan naar de grotto? Ik wil zeggen dat hij naar de grotto wil. Want dat is een shadow base. Het is... ik weet niet of ik dan nu ook kan komen waar het andere... Nee. Oh, er is iets nieuws hier. Dat zie ik nu ook in één keer. Ik weet niet precies wat dat eiland met die, of wat dat ding is met dat. Dus ik kan maar even een beetje rondvliegen. Hoor. Maar ligt het Pleasant dag. Want daar was ook iets heel geks.
weet niet precies wat er over ligt. Mij ligt het ergens. Oh, je komt er niet meer. In ieder geval is ergens een huis. Er is ergens een huis. Oh, er was trouwens net nog iets veranderd. Of was dat nou wel weer? Ja, dan met die dingen staan. Ik ga even kijken of het shield is. Maar er was nog iets veranderd. Maar wat was dat? Oh ja, ja, hier is de shark is voor mij. Dus. Nee, op deze. Ik kan nu even kijken, eigenlijk moet ik die rumble doen. Motherfucker. Oké, ik start gewoon even. Ja, ik wil eigenlijk even de rumble nu opstarten. Alleen. Ja, dat is misschien een beetje laat. Maar dat ga ik dus de volgende keer wel doen. Dat lijkt veel fijner, denk ik. Voor gewoon dit doen. Alleen ja, dan kan ik niet echt van die. Ik moet gewoon zo'n. Ik moet gewoon echt die replay mode hebben. Dat vind ik veel fijner. Maar er was nog iets veranderd. Dat alleen ik weet even niet wat. Ja, in ieder geval die vrachtwagen is omgereden. Dat is echt. Die is doorgereden. Gewoon, die is doorgereden naar. Bij die gele brug. En daar is hij omgevallen. Maar dan denk ik, waar gaat die vrachtwagen dan heen? Ik had nog iets. En wat was het tweede nou wat ik... Echt. Oh ja, ja, dat was dus die shark. Volgens mij is het dus weer overgenomen door... Ja, want de ghost zat in de shark, dat was de ghost. Dus en de shadows die hebben dus nu weer, die hebben nu de shark afgepakt, zeg maar. Dus en daarom staat dan die vraagteken, want daarom moet je die weer opnieuw unlocken. Kijk maar. Ik ga daar even heen, want daar is met die villa. Met die villa waar het mini-storylijntje is. Ja, dat ligt altijd achter plaats volgens mij. Ja, en ik ben ook benieuwd waar nu de pijpman loopt, want die was ook, die was opgestaan. Dus waar dat die loopt. Maar waar is dat? Nee, dat is ook niet hier. Ik dacht serieus, dat was even hier dat ding. Waar is dat ding dan? Oh, dit is niet goed.
naast dan die huisje. Met die auto, met die, waar die rode auto. Oké. Ik hoop dat hij daar voor is. Ja, daar ben ik ook wel oké geweest. We gaan maar even hierheen. Nee, ik vind het toch een beetje gek. Waar is dan dat huisje? Waarom kan ik het niet zien of het mag? Terwijl dat is zo'n villa wat aan het water staat en... Ja, dat is echt... Nee, dat is ook niet heel raar, maar dat soort dingen zou moeten zijn. Ja, dat is... In ieder geval, dat is een soort villa en die is een... Ja, daar was al een rode auto in ieder geval, die niet was. Dat is, die was, die stond in de garage en die is naar achter en naar buiten gerold. Dus, en dan vraag je af hoe. En toen kwam er een graafmachine. En die is toen, die wilde toen die auto oppakken, want toen lag de kop buiten. Alleen die is ook naar onder gevallen. Alleen ik vang me af, ik wil het even. Nee, dat is het ook niet. Hier is eigenlijk een pieter. Oh, dus daarom, ja, daarom moet ik hierheen gaan, want daar is gewoon echt puur iets anders. Want ik kan me ook niet echt... Of, is dat dan hier? Oh, ik denk dat het daar is. Oké, wat? Dus maar echt, je zou denken dat het hier, nou ik denk dat het dan daarbij Craggy is dan. Nee, ja, dat kom ik toch niet meer. Want hier ziet het. Oh ja, en je hoorde misschien een boot. Ja, ik weet niet als er nog steeds die kamers tussen die bergen staan gericht. En met die letters. Hier zo, hier ergens. Kijk hier. Hier H. O. Was dat nou die D? Ik kan niet echt verplaatsen zien, maar er staat er eigenlijk van Noah en dan... Dat stond daar, maar volgens mij staat er nog, alleen dat kun je slecht zien. Ja, en ja, morgen komen sowieso de dinges challenges. Waar wij gewoon de week challenges. Misschien wel van middels. Nou ja, want Sky heeft al, maar ik... Ja, ik doe eigenlijk niet echt de challenges. Ja, ik heb ze alleen gedaan zodat ik sneller omhoog kwam. Maar voor degene wat dat leuk vinden, die mogen ze natuurlijk doen. Ja, volgens mij voor de rest is er niet echt veel veranderd. Ja, echt. Ik ga sowieso die vrachtwagen echt volgen. Ik ga volgen wat daar gebeurt. Ik ga echt volgen wat daar gebeurt bij die vrachtwagen. Want echt, dit is echt één grote vraag. Ik denk dat hij naar de grotto wil, naar de grotto. Grotto, hoe zeg je, spreek je uit? In ieder geval zoiets. De ene spreekt zo uit, de andere zo. Ik denk dat hij daarheen
ging. Ging maar. Ik weet het niet. Hoe kan het? Daar heb ik het weggehouden. Daar wilde ik hier gewoon heel. Ook hoe dat hij was omgevallen, echt zo. Voor mij dat hij zich wilde draaien zo. Toch. Daarom. Ik wacht, waar ligt de auto? Nee, laat maar. Oké, die lag hier op zijn kop. Die was dus doorgereden. Ja, maar ik kan niet komen. Of misschien. Wacht, ja, dat was wel een buurt bij die nieuwe basis. Het kan niet hierin wel, maar het lijkt me niet. Misschien ergens een Misty. Misschien wil hij ergens een Misty of zo. En hier zal wel niks veranderd zijn. Ja, over. Oh ja, de stoel van Niels. Nee, hij is een wel persoon. Ik wil ik even hierheen. Dat is persoon met killer. Want hier was de stoel van uit de agency van Niels. Ik weet niet hoe ik de naam precies uitspreek. Kijk. Hier is die gouden stoel van Midas. Is vanuit de editie in een kano. En de bosjes daarna hierheen gegaan. En volgens mij is het nog steeds. En hier ligt ook een. Hier ligt ook in één keer kort. Van Mediaticals. Wat? Hoe kan hij zoveel damage doen? Alleen, dit vind ik ook kut. Ik moet dat echt anders gaan doen. Maar in ieder geval, hoop dat jullie deze video leuk vonden.